nós por cinta e escuta a palavra de Deus a preparar para nós agora. Laten we zitten en luisteren naar het woord dat voorbereid is voor ons vandaag door God. Feliz sábado pa monitor. Gezegende sabbat voor één en al. Mita contento con nos porta af amen to con mi familia porta kinanen. Ik ben blij dat ik en mijn familie hier kunnen zijn. Si algún cara han conocí. Ik heb een paar bekende gezichten gezien. Alguno? Alguno? Sommigen niet. Pero no sabemos nosotros un familia en Cristo Jesús. Maar we weten dat we één familie in Christus zijn. Así nada con mi que dan saludos también de parte de refugio. Ik wil ook jullie de groeten sturen van refugio. Ja. Dus Den Haag, in namen. Refugio Den Haag. Oké. Primero nos va a ir la palabra del Señor, ave. Voordat we in het woord van God gaan vandaag. Laten we de Heilige Geest vragen om ons ieder te leiden vandaag. Laten we bidden. Liefdevolle Vader. We weten hoe meer gebed, hoe meer kracht. Daarom vragen wij een dubbele portie van uw Heilige Geest. Riba mi, riba cada un di nos, kuta ki dena ave. Op mij en op ieder van ons dat hier binnen zit. Abre nos entendimiento. Abre nos pensamiento, nos mente. Open ons gedachten, ons wijsheid. Assine con nos por comprender lo cual te parascrivi. Zodat we kunnen begrijpen wat er geschreven staat. Desagre nos pedimento. Dit is ons vragen. De nome de Jesus. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Oké, houden we ons erbij, niet direct, sermon. Vandaag is het vandaag niet direct, een preek. Ja. Oké. Okay. Sí, dus más bien un estudio, un sermon. Dus het is meer een studie in plaats van een preek. Die kom. Waarom? Sombra, wanneer een profeet de visa. Zoals de profeet het zegt. Nos me se más ni estudio. We hebben meer studie nodig. Hoe zeg je? Meer dan een preek. Oké, laten we een voorbeeld biblico die komt. Laten wij een Bijbelse voorbeeld nemen. 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen. Kapitel 2. Hoofdstuk 2. Versículo 3. En vers 3. Dan zwaak je de visa. Laten we kijken wat het zegt. Er is een lage nieuw einde. Ganha vos in ninguna manera. Sí. Want de dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd. Oké, okay, dan wanneer het dan? Dus we houden het tot daar. Voordat het zover is dat iemand uit het geloof afkeert, waar is hij eerst? Dingen in het geloof. Dus de heende die fe. Dus het is iemand dat in het geloof. Zal uit het geloof afkeren. Voordat de komst van Jezus er is. Oké. Okay. Ja, José. Dat is hoe je zei genomen. Oké. Dus er is studie important. Daarom is studie belangrijk. Correcto. Ja, toch? Sí. Dus we zijn avonds bij de Dedica naar het studio. Dus daarom gaan we deze tijd benuttigen door te studeren. We zijn ons nog keer oren zoals niet. Want wij willen niet dat als Jezus terugkomt, wij niet in geloof zijn. Oké, we zijn maas in studio. Dus daarom meer studie. Menos sermon. En minder preken. Oké, okay, titel die het thema avond. Dus de titel van deze thema van vandaag is. Nandi. Ze zeiden dat wij een secte zijn. Is dat waar? Hoe komen we op Nou, hoe kun je dat
aanbewijzen dat wij geen secte zijn. Want buiten zeggen ze dat wij een secte zijn. Oké, we zijn als een studie uit. Daarom gaan wij studeren deze ochtend. Oké, wat was op YouTube, voor als je bijvoorbeeld YouTube opgaat, of andere site dan, of andere websites, wat heb je daar een video naar manier wat te meer op pantalla. Kom je video's tegen zoals je hier op het scherm ziet. Dat is meer een video van de 7-day Adventist Exposed. Je ziet op een video dat ze zeggen, zevende dag Adventisten zijn, worden laten zien wie we zijn. Oké, okay, dus we hebben weer een andere video, die is More 7-day Adventist Errors. En dan zie je een andere video, nog meer fouten van de zevende dag Adventisten. Om die drie video. En een derde. Seventh-day Adventist false teaching exposed. De valse leerstellingen van de zevende dag Adventisten. En dan kun je een video. En dan pakken ze het video. Man, en ze sturen het voor jou. Kijk wat ik zo. En wat zeg je dan? Dat is een video. Hè? Want het video staat er. En je nog wel die waar, maar video. Ellen White exposed, false prophet. En er staan zoveel meer over valse profeet Ellen White en dat soort dingen. Correct. Oké, dus als je naar de mis dat video is al 24 view, 3 en 24 view. Dus dit video zie je al 23.000 nog wat views, dat mensen het gezien hebben al. En de divisie en de lies of Ellen White. En het zegt de leugens van Ellen White. Kom, respondeer naar je video vandaag. Hoe antwoord je deze video? Iemand stuurde dit voor mij en hij zei Steven. Ellen White is 666. En zei Ellen White is 666. Oké. Dus in de misdemonstratie. Dus dat persoon heeft een uitleg nodig, zou je denken. Maar de vraag is nu, als je het woord niet kent, hoe leg je dan zoiets uit? Dus als je een dedica naar een paar dingen, sowieso nog een pokoe. Vandaag gaan we een klein deel opzoeken. We kunnen niet alles aan opzoeken. Maar we gaan een van hen onder de loep nemen. Oké, dan is die spoor. Gaan we tegen die spoor. Om tijd te winnen gaan we naar Efesius 4:14. Oké. E da bisa pa nós muito mais irá pa aqui pa irá pa aqui pa a dorin ora dori turi ba dori turina dori triki di dori triki di astúcia di trame plan engano en het zegt het volgende. Dan zijn we geen onnodige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt door de mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Oké, dus Pablo Aquina. Dus Paulus hier, spreekt tot de kerk van de Efezers. Oké, ik keer establishing. Hij wilde hun standvastig maken in het geloof. Zodat als de rare leerstellingen de kerk binnenwaaien, dat de kerk standvastig staat. Oké. Heb je ook wel eens ervaren dat mensen zeggen wat jij praat is niet waar? Heb je misschien iemand van een ander geloof tegengekomen? Of een testigo de Jehovah? Iemand van een ander geloof? Een mormon? Nog meer andere geloven? Correcto. Dus inaman botinko defende scriptura. Dus daar moet je terug naar de schrift. Oké, okay, dus 1 Petrus 3:5. Laten we ons maar maken. 1 Petrus 3:15. De wijze van santificar Cristo como Señor de nuestro corazón.
Deve dizer que seja sempre disposto para tu na contesta. Dus het persoon moet een antwoord krijgen. Oké, dus het is een korte zin. Niet te denken veel, maar niet te spreken veel. Want het moet niet zijn dat ik in het geloof zit en ik kan mijn geloof niet uitleggen. Ja, dat is een Wat geloof ik dan? Oké, dus die kwadro in Peter, dat is zeer simpel, simpel, trora. Dus in dat context zegt Petrus, erkent Christus als de Heer en eer hem met heel uw hart, vraagt iemand u waarop u de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Correct. Pacadum. E se a senhora disposta a uma contesta na cada cupiri vosso, a uma quenda de esperança que tem em vosso. Sin embargo, como? Bem, plente, querida? Dus hoe moet je het antwoord geven door ruzie te maken? Nee, com suavidade e reverência. Nee, doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Laat de liefde van God zien. Soms worden we heel erg enthousiast en gaan we volop in de tegenaanval. Dat die persoon overtuigd moet worden in wat ik geloof. Maar zo gaat het ook. Zoals jij in jouw ding gelooft, gelooft hij ook in die van hem. Maar hij heeft wel een zachtmoedig en respectvol hart. Oké. Dan gaan we naar 2 Petrus 1:12. Er is een simpele klapper in de bos. Ik kost een aantal masken, ik kost een aantal in elkaar. En daarom zegt, en hij zegt, daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Oké. In het Engels gebruikt hij het woord doorgaan. En daarom heb ik het op het scherp ook gezegd, de aanwezige waarheid. Dus lo que Pedro avisa en la Escritura establece la iglesia dingen verdad. Dus alles wat Peter zegt is dat hij de kerk probeert te grondvestigen in de waarheid die hun hebben leren kennen. Dus de Adventistische kerk van vandaag heeft een aanwezige waarheid. Eén ervan is het heiligdom boodschap. De gerechtigheid aan het recht sprekende oordeel. Oké. En sommigen kunnen vragen, waar zijn jullie dan met 1844 gekomen? Dat staat helemaal niet in de Bijbel. Inderdaad. Er staat in één vers 1844 dat ging gebeuren. Pero. Maar hoe zijn ze daar gekomen? Dat staat daar wel. Dus de mensen vragen zich af. Waar komen jullie vandaan van het recht, de oordeel? Oké, eerst maar. En daarboven wat er is dat schaadt de allesomwetende van Jezus. Hoe dit soort vragen nou te antwoorden? Zijn jullie klaar om dit een beetje te gaan studeren? Noteren? Want de vragen zullen wel eens komen. Ook al wordt het video opgenomen. Met de data.
Elke stam en taal. Dus een mensage universal. Dus een universele boodschap. Voor iedereen. Niet alleen voor de Adventisten dus. Voor de hele religiesector die er bestaat. En ook voor de ongelovigen. En hij zei, hij riep luid. Teme Dios y done gloria. Heb ontzag voor God en geef hem eer. Die komt. Waarom? Pas sombra e ora di su vicio a llega. Want nu is de tijd gekomen. En wat vraagt hij? Adora es un catra cielo tierra la man y fuente nandiao. Aanbid hem die hemel en aarde, zee, water, bronnen geschapen heeft. Oké, dus doorke angel de visa naar boos alto. Dus omdat de engel dit luid roept, significa que está algo urgente. Dus is het iets dat het urgent is. Nos misset alerta. Wij moeten alert zijn dus. Ewa waarde. Nou, wacht eens even. ¿Qué significa teme Dios? Wat betekent nou heb ontzag voor de Heer? Temor de Dios. Het ontzag, het vrezen van God. Miedo. Is dat bang? Of tu otra cosa. Angst of is dat iets anders? Nou, ik denk niet dat God vraagt om angst te hebben voor hem, om bang voor hem te zijn. Maar hij wil dat wij hem lief hebben. Zoals hij ons lief heeft. We gaan een stuk naar de openbaringen, of openbaringen naar spreuken. 8, 13. Et temor di Señor tapa odia maldad. Ontzag voor de Heer is het de kwaad af te wijzen. Oké. Okay. De andere palabra odia pica. Dus het is de afkeer hebben voor de zonde. Claro, pues Dios no estima pica. Want God houdt niet van de zonde. Ta pica nos de condición aquí. Het is de zonde dat ons hier in deze situatie heeft. Que men teme Dios. Dus vrees God. Dat hebben ons naar victoria riba pica. Brengt ons naar overwinning boven de zonde. De bico e ora di su vicio a llega. En omdat het tijd aangebroken is voor zijn recht te spreken. Oké. Okay. Awo komba nos dune gloria vo, din cortico. Maar hoe kunnen wij hem dan eer geven in het kort? Corinthians 10:31. In 1 Corinthians 10. Oké, okay, het doen ons 31. Correcto. Het doen ons een voorbeeld. Komba teme Dio. Komba dune gloria. Geeft hij ons een voorbeeld hoe God te eren. Oké. Wakker wo. Kijk eens. Er is een zin aan to seko bos het komen of bebe of kiko bos het asi. En het zegt dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet. Oké, hasitur. Oké, doe alles pa e gloria di Dios. Ter ere van God. Dus, miasi, dus mijn doen en laten a quadra que volontà di Dios. Moet kloppen met het wil van God. Eure mi te doen a Dios gloria. Dan geef ik eer aan de Heer. De pese iglesia adventista tien ere forma pro salu. Daarom heeft de Adventistische kerk ook het gezondheidsboodschap. Het is niet zomaar. Oké, okay, dat connecta ik in mijn zaken final. Het zit vast aan het eindboodschap. Oké, okay, dus nos tingo adora Dios, de bico. Dus wij moeten God aanbidden.
Debigo eta nos creador. Omdat hij ons schepper is. Manera revelación Jesu quata Jesu de visa. Zoals Openbaring 14:11 zegt. Mira Jesu pide die highlight. Ik pak alleen maar het het stukje dat genadrukt is. Nand in cielo de visa. Degene in de hemel zeggen. Pas sombra abo a creator cos. Een momentje. Oké. Okay. Omdat hij alles geschapen heeft. I per motivo di vostra volontà non stava di esistere. En door uw wil zijn ze tot ontstaan gekomen. Ja, waarom crea? En geschapen. Per songe. Om die reden. Nosta adorabo como creador. Aanbidden wij u als de schepper. Oké, okay, dus ora che ende na dit tempo i ammira of ascuche mensaje aquí. Dus daarom toen de meesten mensen in die tijd dit boodschap gehoord hebben. Als toen ze hoorden van de tijd der oordeel is aangebroken, kan ik me voorstellen dat ze meteen dan gingen denken aan de heiligdom. Want de heiligdom in de eind der tijden, op een aangewezen dag, was de dag van... bemiddelen. De bemiddeldag. Correct. Dus toen ze Openbaring 14 hadden gehoord, hadden ze dit meteen daaraan geconnect. Okay, vastgemaakt. Dus loket separa Iglesia Adventista de Sete Dia. Gekoppeld. Dus wat de Adventistische kerk vandaag scheidt deze dag. Dat een mensage die het santuario. Is het boodschap van het heiligdom. Si vuoi bravom. Als je goed oplet. Nota tu iglesia lo predique. Is niet dat alle kerken dit hierover spreken. Algun di nan si. Sommigen wel. Però anche bij ware feesten en bio. Maar ze willen de oude feesten en tradities daarna leven. Ze manden ons bij ze toch? Maar God heeft niet gezegd dat dat het belangrijkste is. Ding e lugar santissimo. En in het heiligste der heiligen. Kijk hoe dat die ding. Wat zat daar? E arca di alianza. Het verbondskist. Cui diez mandamenti. En de 10 geboden. E logicamente dingen diez mandamenti. En in de 10 geboden. Botin e sabbat. Heb je de sabbat ook? Oké, okay, dat is de iglesia adventista. Daarom is de Adventistische kerk. Een mensage of een pilaar die iglesia adventista. Is het pilaar dat de Adventistische kerk opgebouwd is. Dat een mensage is je santuario. Is het boodschap van het heiligdom. Logicamente is sabbat kutam met die ding. En ook de sabbat dat daar deel van daarvan is. Dus significa jure verdad presente ketubai. Dus het aanwezige waarheid dat er is. Ta in mensa undinang is un principal de mensaje santuario. Dus het principale is het heiligdom. Oké, okay, laten we ons speed up here in onze bewak et tres fase nan die visio. Laten we dan kijken naar de 3 fases van het oordeel. Oké, okay, nos ting e parti investigativo. Wij hebben de onderzoeksfase. Dus we nos dan e parti camine e veredicto e dan komt de vaststelling. Juist, dus het kai uri, wat een sao, oké, kijk wat jouw status. Dus dan wordt het vastgesteld, dan weet je wat jouw status is en waar je staat. En al final wordt in jouw parte die executie. En aan het einde is het gedeelte van uitvoeren. Of recompensa. Of belonen. Tres fase. 3 fases. Lubida. Vergeet ze niet. Oké, okay, minota bij de pide, met de skippen. We slaan die eventjes over esta, naarmate de tijd. Esta revelación 17. Dat is Openbaring 17. Pasombra et abisa kuti un juicio tabin pa emue. Want hij zegt dat er een oordeel komt voor de vrouw. Mujeta representa iglesia, ¿verdad? De kerk staat voor, de vrouw staat voor de kerk. Is prostituta, dat niet zo? Tu iglesia de apostasia. Want een prostituee is de kerk dat verleid is.
Oké, dus uma igreja que cai tem vício rivage. Dus elke gevallen kerk is er een oordeel daarvoor. Avolans que do outro versículo. Laten wij daar een paar versen van pakken. We gaan Openbaring 14, 6 nemen. De bico, alguém é de bico, não, é assunto de juízo aqui, não de evangelho. Het is omdat sommige mensen zeggen dat het oordeel dat daar staat niet over het evangelie gaat. Prega Cristo, nada mais, claro. Spreek over Jezus en dat is genoeg. Oké. É de bico, senhores, e me admiro, outro ano de bolo, mas de cielo, quem de tabela tem Evangelio eterno para predicar. En het zegt, toen zag ik opnieuw een engel die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwige evangelie dat dus, hij bekend moest maken. Correcto, dus kijk dat hij moet predicar en voor mij engel aquí. Dus wat moest deze eerste engel verkondigen? Un evangelio eterno. Een eeuwig evangelie. Oké. Bom, Romanen 2:17. Dat zei de Juan bang naar Pablo. We hebben het in Johannes het horen zeggen. We gaan naar Paulus in. Okay. Romanen 2:17. In Romeinen 2:16. Het is een ribedie die Dios lo usa. Het secreto nan die gente pa meio di Cristo Jesus, segun mi kiko, segun mi evangelio. En het zegt, dit alles zal blijken op de dag waarop volgens het evangelie dat ik verkondig, God door wat? Christus Jezus het oordeel over wat er in de mens verborgen is. Oké, okay, dus wie ziet de party die kiko? Dus het oordeel is deel van? Evangelio. Evangelie. Dus hoor je in een trouw per eco in het evangelio. Dus als de mensen zeggen, dat is het evangelie niet. Dan kun je de teksten noteren. 1 Petrus 4, 5. Kijk wat hier staat. Maar ze zullen zich daarover moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereedheid om recht te spreken over levenden. En doden. Omdat dit is de redenen, ook aan de doden is het evangelie verkondigd. Oké. Okay. Dus. We houden het tot daar dus. Dus dus we kunnen zien dat oordeel deel is van de evangelie. Oké, okay, maar we vragen het aan. Vicio investigativo. Dus nou is de vraag, is de verkondiging van de evangelie dat bezig is? Necessario? Is die noodzakelijk? Pues si Dios satur cos, want als God alles weet, el principio for, of el fin for el principio, het, hij weet het einde vanaf het begin al, die kon Dios meste un vice investigador. Waarom moet hij een onderzoekende oordeel hebben? Wat ben jij ook je pregunta? Die vraag wordt ook gesteld. Con conteste. Maar hoe antwoord je dan zo'n vraag? Oké, okay, laat me boele saki, waar ik in aan direct. Oh, het is algun de vice saki, dus meneer ze vice voi en nota parte de evangelio. Sommigen zeggen, dit is niet deel van de evangelie. Pero nos mira con Pablo, nos lesa hoy. Maar we hebben gelezen dat Paulus ook. Pedro también. Petrus ook. Enoch también. Enoch ook. Hopiende a predica e vicio ding evangelio. Heel veel hebben het oordeel in het evangelie. De Espíritu Santo. Verkondigd onder de geest van de Heilige Geest. Banwake, Juan 16, 78. Johannes 6. 16, 7 en 7 tot 8. Oké. Het is maar met de visa bossen en verdad dat combini bossen met de bij. Passom als je mij no bij, Juan 16, versículo 7 tegen 8. Passom als je mij no bij, e consolador lo no bin cerca bossen. Maar als je mij bij, lo mi mandé cerca bossen. E ora cu e bin, lo e convence mundo di pica, di justicia e di kiko mas? E di vicio. Maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat de zonde, gerechtigheid en oordeel is. Oké, okay.
Dus de Espírito Santo está signanosco de juízo de mim. Dus de Heilige Geest laat zien dat er een oordeel aankomt. Dus het boodschap van of het heiligdom of aan een onderzoekende oordeel of aan het oordeel. Not un mensaje que iglesia adventista inventa. Is geen boodschap dat verzonnen is door de Adventistische kerk. Het is gewoon in de Bijbel. Het staat in de Bijbel. Iedereen kan het lezen. Oké, dus euren si un gente rechazar mensaje aquí. Dus als iemand dit boodschap verwijst, afwijst, wie wijst hij dan af? Nos. Wij. Of Espírito Santo. Of de Heilige Geest. Oké, we por marca también Hechos 24. 24, 25. Je kan ook Handelingen 24 aan 25 noteren. Jiski biele, nusse sigi bai. Oké, awo. King Lousga. Wie zal oordelen? Het tata of you. Het vader of het kind. Dus het woord is aan ons. Want er wordt verteld. Den promeg Juan 2, versículo 1. In 1 Johannes 2, vers 1. Que Jesús te es abogado. Dat Jezus de advocaat is. Dus king de bij of de pleiter is. Dus ja. Wie zal oordelen? Oké, okay, laten we notelen, riba nos blaadje, Juan capítulo 5, vers 22. Laten we het noteren, Johannes 5, vers 22. Oké, okay, zeg me de disco, e pa emphasis, pa mas después. Ik pak het als om nadruk te leggen op wat er daarna zal komen. Oké. Okay. Passo etata mes nota usga nuende. Want de vader zelf zal niet oordelen. Ma ele duna tur visio na eu. Maar hij zal al het oordeel aan het kind geven. Que Jesus meste abogado. Dus Jezus is. De vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de zoon toevertrouwd. Que me eu de abogado pero ei meste de vira vez. Dus het kind is de rechter. Maar ook het advocaat, de pleiter. Oké. Okay. Oh. We gaan naar Handelingen 17:31. En het zegt het volgende. Want hij heeft bepaald dat er op een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Quien de la apunta door donando prueba naturiende door ilante voor die moordenaar. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Y lógicamente es Jesús. En dat is vanzelfsprekend Jezus. Que mente un día fija. Dus een aangewezen dag voor het desbetreffende oordeel om plaats te nemen. De Bijbel. Het is de Bijbels. Het is Bijbels. En daarna de Bijbel Adventisten. De Bijbel. Het is niks dat aan Adventisten gekoppeld is. Het staat in de Bijbel. Juist. Dus orbe wak, por ejemplo, Juan 2. Dus als je Johannes 12 pakt. Dus Jezus zegt, als iemand mijn woorden hoort. Zie. Ik kom. Als iemand mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Dus ik reken mijn Jezus mis, akinanen te bij bira. Dus hier zegt Jezus ook, geeft hij ook aan dat hij de rechter is. Oké, okay. Dus laten we eens bij naar Romeinen 14, 10. Dus we gaan naar Romeinen 14, 10. Juist. Zie. Zie. Oké. Bom, helemaal van de ene komen de bom. Dus, met de bolle wij weg. Zie. Minutos que, agora bom, Jesus tinha para mim fazer uma papel de advogado atual. Dus Jezus is de pleiter voor ons. Dinge tempo e sowieso na vida ainda.
In die tijd is hij nog levend. Ainda tem que morrer. Hij moet nog doodgaan. Ainda tem que subir. Hij moet nog steeds naar boven gaan. Ainda tem que passar. Hij moet nog door het Heilige der Heiligen gaan. Después para el lugar santísimo. Daarna om naar het allerheiligste gedeelte te gaan. Como abogado. Als aanpleiter. Ainda não és. Was hij nog geen rechter. Pero tengo vida vesi. Maar hij zou nog rechter moeten worden. Oké, de binnen tempo, ik heb bij maas detail, pero. Dus daar sprak hij dat hij nog niet mag recht spreken. Oké, maar in Romeinen 14 zegt hij. Of, zie, maar abo pakie wat ouske boruman. Wie bent u dan een oordeel te vellen over uw broeder of zuster? Of pakieke wat het despreciabel roman? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Pasomba nos tullo para delante di e trono di e vicio di Dios. Wij allen zullen voor Gods rechterstoel komen te staan. Ahora me dice una roman un tip. Nou, ik geef jullie één tip. Ora bestudie je Bijbel. Als je de Bijbel bestudeert. Ora bom Bijbel waru translate. De Bijbel is vertaald. Dus, no te tur palabra timben na papiamento. Dus het is niet dat elk woord in het Nederlands of papiaments of welke vertaling ta correctamente traduci. Is in de, op het juiste manier vertaald. So, orrenden bisavote per trono de viso di Dios, che mente gettata. Dus, want hier staat voor de rechterstoel van God, dus God de Vader. Oké, entero vi se waarom ratu bang den King James. Dan kun je zeggen, even wachten, we kunnen naar King James vertaling gaan. Want in King James zitten we zelf de judgment seat of Christ. Want daar staat het aan rechterstoel van Christus. Het is daar iets duidelijker voor ons. King James is nog dichter bij de originele vertaling. Oké, awo. Hoop je die ons conoceer, por ejemplo, zoals we zo een caimento voor je feta bin. Want we hebben net gelezen dat het uit het geloof, van het geloof afkeren aankomt. Oké, en dan kunnen we de windal die een predikador. En hier kom je een spreker tegen. Just nu heb jij mij gezegd aan met in de fe. Hij is ook 19 jaar dat hij in het geloof wandelt. Hoop je followers. Hij heeft heel veel volgers online. Tanto view. Hij heeft heel veel views. Per un dato momento la cambia. En maar op een gegeven moment is er iets veranderd in hem. E di mi not adventista mas. En hij zei, ik ben geen adventist meer. En tiki tiki la bin, que ture doctrina nan basenavo. En hij heeft zo de pilaren en de doctrines een beetje onderuit gehaald. Dus aquele visa Gesocci Corinti 4 nota profetico. Hij zei, nee, 1844 is niet profetisch. Dus als we mireren hier, kassi 20.000 views. Hier zien we al bijna 20 miljoen views. Oké. Dus, per se Bijbel, de korre schriftlezing in ons asie, proverbien aan 28.5. En daarom weet u nog onze schriftlezen, spreuken 28. 5. Dus het is een hende malvado not te comprender visio. Hij zegt dat dus de... De slechtgelovigen begrijpen de rechter, de oordeel niet. Maar degene dat God zoekt, zal alles begrijpen. Ik weet niet wie de tijd in de gaten houdt om mij een... Waarom valt het 10 minuten, dan moet een zeentje. Of wordt het een closer. Ja, broeders. Ah, wel. Oké. Dus eure e manier te mieren e persona nan aki. Dus zoals wij zien aan deze mensen. Nan tabata moesta kunande dinos. Nan ze lieten eerst zien alsof ze deel waren van een bepaald groep. Maar hoe das te wiesen nan te sierto in en agute sluip. Hoe das vers 4. Nan te sierto in angute sluip drenta sin ningun ene te ripara. Maar in Judas vers 4 zegt, het zijn mensen dat binnensluipen zonder dat iemand daarbij stilstaat. Oké, este sinango voor die hoop je tempo kaba awaru destina pa e condinación aki. Dus hun zijn al voorbestemd voor dat oordeel. Oké,
kende nanta cambia, se hende na impio, kende nanta cambia e grazie di nos Dios, den libertinaje y taninga nos único maestro y señor Jesucristo. Eén momentje, want dan zoek ik het op. Oké, okay. Hoe dat? Dus, sowieso nog eens kwijt in ons Bijbel, het penultimo boekje. En het zegt, er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd, van wie het vonnis al lang geleden geschriftelijk is vastgelegd. Goddelozen, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. Oké, pero extraño, no? Pasombra, et visa, nanda ninga Jesus. Het zeggen dat ze Jezus verloochenen. Para tananda predica de Jesus. Maar ze preken toch over Jezus? Ta conas in Jesus. Maar hoe verloochenen ze Jezus dan? Nanda comisa ninga lo que Jesus está haciendo, rechaza Jesus. Obra. Beetje bij beetje beginnen ze zich af te wenden van het werk dat Jezus gedaan heeft. Dus dat zijn sterke, grote gelovigen. Zullen ook omvallen in de laatste tijden. En wij die de schapen zijn. Moeten vasthouden aan het schriftelijke waarheid. Oké, dus lobo bravo, eetjes aan 2029 de visa. Lo 30, mij die boos, is de noos. Dus in Handelingen 2029 zegt dat er wilde dieren tussen ons zullen komen. Yes, oké, okay, dan zie je. Aquí no se mira como en de Biden Tour de detalles, pero aquí no se mira hasta gente nan, vamos a decir que tiene school, que tiene PhD, gente nan bon studia. En hier kunnen we zelf zien dat er mensen die hoog gestudeerd zijn in de kerk, beginnen zelf de pilaren af te wijzen. Oké, zeg je de uno, zeg je de mas. Er zijn verschillende daarvan. Zeg je dan met een hele konusse Bijbel, bon. Dit zijn ook mensen dat de Bijbels heel goed kennen. Pero acumisa rechaza el mensaje, el pilar de iglesia. Maar het boodschap beginnen af te wijzen. Oké. Okay. Just a minute. Okay. Bueno. Dus, señores, speed up un tiki. Dus we gaan in een versnelling. Eigenlijk moesten we de laatste detail, maar niet erbij. Ik wilde jullie iets meer details geven, maar dat gaat niet. Met al deze versen, maar jullie kunnen, terwijl wij nuttigen aan de tractatie, de broeder vragen. Aanspreken. Oké. Okay. Awor, pregunta. Vragen. En de bijentieke maas, rapido, jorei. Kom nos lo responde, jorei. Hoe kunnen wij... De wimbermana. Si. De vraag is, hun kenden de boodschap, hun waren standvastig in het boodschap, in het geloof. Wat heeft doen bewegen dat hun... Het boodschap waar ze eerst in geloofden, dat beginnen af te wijzen. Oké. Okay. Ik zal het zo even zeggen. Het vers zegt. Eigenlijk dingen Judas kwater. In Judas 4. Pasomre wat die hende gesluip drinta. Ze zijn binnengeslopen. Kom maar, dus nang eigenlijk Jakaba. Dus hun eigenlijk al zijn binnengekomen met een agenda. Oké, okay. We zoeken even een andere vers, even snel. Dat zegt dat ze, stilstaan bij boodschappen van demonen. Er is een zuster die zijn hand... Si. Johannes 3:19. Ja.
Sí, también, también. Even wachten. Johannes. Ja, dus die malu, scuridad mas culus. 3:15. 3:19 zegt... dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Oké. Kom bij Eva kai. Hoe komt het dat Eva viel? Ze kent het waarheid, toch? Kom bij. Hoe komt het? Door die paga attention. Door meer aandacht te richten. Na doctrina di demonio. Dus naar colebra. Aan wat de slang te vertellen had. Oké. Okay. Ik heb buscando teksten, hoor je, per awaki in de bing, shing, shing, de mimente. Ik kan je de tekst niet letterlijk geven. Maar we gaan het zo meteen zoeken onder de tractatie. Si, que mentinte bing al proposito. Sommigen vallen onderweg en sommigen komen met een doel. Oké. Ahora, pregunta, la invierno pregunta. Ik ga terug even naar de vraag. Si Jesús sabe todo. Als Jezus alles weet. Die kon investeren un vicio investigativo. Waarom is dan een onderzoekende oordeel nodig? Pregunta. Dat is een goede vraag. ¿Cómo se lo contesta ese? Hoe zal jij dat antwoorden? Is er iemand die het wil antwoorden? Het is een studie, dus jullie kunnen ook dingen inbrengen. Dus zuster Gera zegt, het is voor ons. Want alles staat geschreven in de boeken. Dus aan het eind kunnen wij zien letterlijk van alles dat geschreven staat, wat de waarheid is of niet. Dus het is voor ons, voor onze duidelijkheid. Oké. Dat is je zit een paar team wordt aan weer, hoor. Dus het is, Poelie zegt, dus het is voor het gehele universum, alle engelen, alle geschapen wezen, dat ze kunnen zien, want hun zijn allemaal voorgelogen door de Satan dat God niet rechtvaardig is. En dat zal het bewijs zijn voor het gehele universum om te tonen dat God daadwerkelijk rechtvaardig is. Correct, dus Dios no misteri investiga nada. God hoeft geen oordelen te vellen. God hoeft niet te onderzoeken. Hij weet het al. Meneer Romano, wie ze ooit de panos. Dus zoals jullie hebben gezegd, het is voor ons. En toen orbo wat je tekst won. En als je de tekst goed bekijkt. De tekst in Revelation. De tekst in Johannes. Nou, Revelation. In Openbaring. Dus 4:7 kunnen we lezen. 14:7 dat wij hebben gelezen. Het is een ora die. Het zegt het, de tijd gekomen van zijn. Meneer, wie zou zijn? De suicio. Van zijn oordeel. A llega. Is gekomen. A wo qua suicio, nos? Dus welke oordeel? Suicio. Zijn oordeel. A wo kente is su e. Wie is zijn? Jezus mes. Het is Jezus zelf. Gemeen Jezus zo. Dus Jezus zelf. Eten bij Wardusga. Zal geoordeeld worden. Of wat hij gedaan heeft rechtvaardig was. Want je zou nu vragen. Die kon hermana kende not in cielo. Waarom is broeder Felix niet in de hemel? En dan komen we bij de boeken. De boekje die pika. De zondige boeken. De boekje die memoria. De geheugenboeken. En de boekje die vida. En de levende boeken. En no se wo te bij revisam. No sturm is het de den cielo si wapen als ze denken. Wij die dan in de hemel zijn,
gaan het onderzoeken en oordeel vellen. En dan zegt God, zie je nou waarom Roel er niet is? Ik heb hem zo vaak gezegd wat hij moest doen. En dan zullen ze zien, oh ja. Daarom is hij daar niet. En dan kunnen wij zeggen, Heer, rechtvaardig en glorievol zijn uw daden. Correcto. Oké, dus, ja, tempo te kort. Maar alleen kun je zien, ons akkoord Abraham. Weten we nog Abraham? Toen God Sodom en Gomorra ging vernietigen, ging hij rechtstreeks in aanval? Of ging hij eerst wachten voor iets? Hij zei, wacht, waarom zou ik niet... Ik zal ze niet vernietigen. Waarom zou ik niet tot mijn dienaar Abraham spreken voordat Genesis ik... Genesis 18. Genesis 18 staat dat. Deure Abraham, was de Bijbel wist. Dus de Bijbel vertelt, God daalde neer om te zien. Hij hoeft niet dichterbij te komen om te zien. Hij zag het al. Maar tot wie ging hij spreken? Ku Abraham. Met Abraham. En toen Abraham wist, Señor, pero si tien 50 en de oosto, die kon. En Abraham was aan het oordeel vellen en hij vroeg, maar als er 50 is, waarom? Señor, die no tien. Hij zei, er is niet. En toen Abraham ging dat ba, je gaat het niet. En Abraham ging tot 10. Dios, die no tien. En God zei, als er was, zou ik. En toen begreep Abraham wanneer, waarom God dat oordeel moest vellen. Met de winst, hermanen. Dus, hermanen, imaginavo si Dios lo destruisse Sodom en Gomorra, sin comer zaku Adam. Dus stel je voor als God dat zou doen zonder met Abraham in gesprek te gaan voor een oordeel. Denk eraan, Lot was daar. Dus oorlog Lot kima. Toen hij dacht, Lot, als hij zou horen, Lot zou dan verbrand worden. Abraham pensa di Dios. Wat zou Abraham denken van de Almachtige God? Dat hij oneerlijk, onrechtvaardig dus is. Abraham is erbij de boekie, Señor. Dus Abraham moest in het boek met de Heer. Bebise, Señor, verdad. Om te zeggen, ja Heer. Na merece. U bent rechtvaardig. Oké. Als je daar omanen, jammer genoeg, next time, we zullen baas den toeretexten aan, pero ave señor te jammer nos, mi romano. Jammer dat we niet alles konden uitpluizen, maar voor een volgende keer kunnen we dit doen. We zullen meteen goed moeten romanen teksten aan. Want ik zal jullie de teksten moeten laten zien. Dat we meren eigen die tour manera. Dat je eigenlijk alle perspectieven ziet. Dat als jij in gesprek komt met iemand. Dan weet jij waar het staat. Wij zullen allemaal geoordeeld worden. Dat staat in Filippenzen. Dat staat in Predikers. 12:14. Oké. Dus hier de visa, Filippenzen, dus die is van ons voor bijna clausura. Dus om af te sluiten gaan we in Filippenzen 2:10. De visa kupa in nombre di Jesus, tur rudia mesedola, i di esnankute den cielo, ribatera, bauditera, i che tur lenga mester confessa kiko, ku Jesu Christu, ta Señor, e gloria dietata. Amen. De andere palabra. Dus het zegt, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden.
Jezus Christus is de Heer, tot eer van God de Vader. Dus met andere woorden, nos abogado, ons pleiter, es un gustima nos, degene die van ons houdt, cu através de Espírito Santo, dat door middel van de Heilige Geest, da papi cu nos ave, spreekt tot ons vandaag. Wanneer Hebreeën 4:7 de visa. Zoals Hebreeën 4:7 zegt, ave. Vandaag, si vos attende, su voz, als jij zijn stem hoort, no hasi bo corazón duro, verhard jouw hart niet. Sabe que Dios te amo, ave. Weet dat Jezus vandaag van jou houdt. Daarom staat hij toe dat er een onderzoekende oordeel is. Voordat hij komt met het uitvoerende oordeel. En de vraag vandaag aan ieder van ons is: stel je voor dat Jezus bij jouw naam nu staat. Wat zal hij over jou zeggen? Zal er nog fouten zijn? Of lobo por pasa padin? Of zal jij binnen kunnen gaan? Algún nombre lo guardo acepta? Zal jouw naam geaccepteerd worden? Algún lo guardo rechaza? En sommige afgewezen. A mi buscabo. Ik zal jou niet kunnen oordelen. Un cosita miracado nos cosco nos hace. Maar er is één die ieder van ons zijn handelingen en ons hart ziet. Doorgestimabo. Omdat hij van jou houdt. Het nou een keuze ave mijn. Geeft hij jou een keuze deze morgen. Jeta bisa. En hij zegt: Mia machelu itera como testigo. Ik heb de hemel en aarde tot getuigen genoemd. Contra voso ave. Dus aan tegen jullie vandaag. Mia pone vida y morto vosso dilante. Ik heb leven en dood voor jullie gezet vandaag. E bendición o maldición. Het zegen of de vloek. Y va que conteste de amor. En kijk nou de liefdevolle antwoord. PC. Daarom. Scoge Dios te urgivo aventa. Daarom God geeft jouw leiding vandaag. In amor. Hij zegt kies in hij zegt in liefde. Et rogavo aventa. Smeekt hij deze morgen. En de keer heb je die scoge. En wat smeekt hij jou om te kiezen? Vida. Leven. Pavo vida. Om te leven. Abo y vos descendiente. Jij en jouw nakomelingen. Mientras que nos ve canta y cantica obviamente. Terwijl wij het lied gaan zingen deze morgen. Si vos sinti que Dios te llamando. Als je voelt dat jij geroepen wordt. Lobo bindilanti camina nos lo ve hasi un oración especial para. Mag je naar voren komen waar wij een speciaal gebed zullen doen. Kijk niet om jou heen. Want jij hoort straks alleen daar te staan. Dus maak jezelf blind voor ieder. En luister naar Jezus zijn stem. Calmo y suave, Jesús te llamando. Zacht spreekt de Jezus tot jou vandaag. ¿Quién te llama? Wie roept hij? Abo. Jij yami. En ik. Na onde te para y te bati. Waar staat hij en waar klopt hij? Oh, yami. Y Jesús te visa y menta. En wat zegt Jezus vandaag? Als je moe bent vanmorgen. Tierno y dulce. Heerlijk en zacht. Jesús te llamando. Roept Jezus jou. Tur su yuna. Al zijn kinderen. Cabini cerca de. Om bij hem te komen. No tarda, o menta.
Wacht niet. Jesús está rogando, rogando nabo inam. Jezus smeekt jou vandaag. Non ninga su misericordia ovemente. Weiger zijn barmhartigheid niet vanmorgen. Ele dune saki nabo inam. Hij geeft dit aan jou en aan mij. Jesús te volve llama. En Jezus roept nog een keer. Ture kansanan bini. Elke die moe is, kom. Tierno y suave. Warm, zacht en heerlijk. En zo meteen, voordat we tot gebed overgaan. Hebben wij het zachte stem van Jezus gehoord deze morgen? Con esta roga. Hoe hij smeekt. Con esta llama. Hoe hij roept. Cada un de nos. Ieder van ons. Damos te ver esa. Laten we bidden. Padre de amor. Liefdevolle Vader. Nostra gradisivo aveminta. Wij danken u deze morgen. Pature persona nan cuabini. Daar voor ieder persoon die is gekomen. Nan cualanta. Degene die zijn gaan staan. Demonstrando que non tiene necesidad de vos. En zo te laten zien dat ze noodzakelijk u nodig hebben. Questo è vicio a cominciare. Want de oordeel is al bezig. E ora che vicio comincia. En als het oordeel begint. E pregunta ta con amilota. Is de vraag hoe zal ik zijn? Ora mi guardo pisar dinge balance di cielo. Als ik gewogen word in de weegschaal van de hemel. Dat non permetti che nunca taki ave. Vader, sta niet toe dat geen één die hier vandaag aanwezig is. De guardo anya cufaio. Gevonden zal worden met schuld. Maar con un stupore cubrique justicia perfecto di Cristo. Maar dat we allemaal bedekt mogen zijn met de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Assine nos forpassa padin. Zodat wij binnen mogen gaan. E come junto con Jesus. En samen mogen eten met Jezus. Dank je, Signore. Dank je wel, Jezus. Bendiciona cada persona a venire qui nam. Zegen elke persoon die aanwezig is vandaag. E a voi preparare un'opportunidad. En u zet klaar een mogelijkheid. Per nos possibile studiare la parola. Zodat wij verder kunnen studeren in uw woord. Amen. Amen. Dios bendiciona cada uno di voi. Mogen God ieder van jou, van jullie zegenen.
Laten we opstaan, zodat we over kunnen gaan tot onze slotlied. Oruman, sia fiel, pronto Cristo lo vi, pa que tanto nos aspera, y pronto lo nostre el teca celestial, y unide en canto allá. Oruman, sia fiel, pa qui co demostra, y fiel dat nessun qua mostra. Amor tan profundo e infinito, qua muri pa salvanos tur. Oruman sia fiel e suidad lumina, prepara pa Jesús salvar. Ta guarda pa abri su porta adorna, y bon vini vod en su paz. Pues sia fiel, pronto e lo baja, e rei e gran creador, y miles di angel cun e lo baja, e victoria nan lo trece. Oruman sia fiel, y lo bo por tende, bo salvador bisan abor, bon asi fiel sirvi. Sia fiel solo eternidad, por contavo fiel da chavor. Ora sonrisa se cavo lágrima, y boris y bi corona. Oruman sia fiel, e promesa ta fiel, cuta guardia fiel y purba. Parena que es un puro. Y sempar cu Jesús viva. Nostra beiresa, mi quiera gis dun hermane texto, yo oi. Ik wil zuster nog de tekst geven van toen straks. Prometi Matteo 4:1. Dus in 1 Timotheus 4 vers 1. Oké, okay, laten we rezen. Laten wij bidden. Tante di amor, nos ta yamavu danki. Liefdevolle Vader, wij willen u danken. Pa e mensaje e studio già vementa. Voor het boodschap, de studie van vanmorgen. Laten we si continua din bo palabra. Laten we verder gaan in uw woord. Pa si nos vuoro establece de verdad presente. Zodat wij mogen groeien in de waarheid. Benchina iglesia che tata. Zegen deze gemeente, Vader. Elke broeder en zuster. Dat ieder van hen mogen blijven groeien in Jezus Christus. En zodat het moment dat u komt. Ieder dat hier mag zijn. Jezus mag tegenkomen daar in de hemel. En de kleding van onsterfelijkheid mogen gekleed worden. En eeuwig leven mag ontvangen. Amen. Amen.
Orum ansia fiel pronto Cristo lobin pa quien tanto nos aspera y pronto lo nos rente ca celestial y unid en canto allá Orum ansia fiel pa qui co demostra y fiel dat nessun qua mostra amor tan profundo e infinito qua muri passalba nostur orum ansia fiel e suidad lumina prepara pa es un salva ta guarda pa abri su porta al dorna y bombi ni bo de su paz pues rum ansia fiel nos lo no tarda aquí nen cansancio y perdición e noci di lucha ta pasando vai e dia glorioso tabin Orum ansia fiel pronto él lo baja, el rey y el gran creador. Y miles de ángel con él lo baja, e victoria nan lo trece. Orum ansia fiel y lo bo por tende, bo salvador bi sana bo. Bon así fiel sirvido pasa pa den ego son divo señor. Orum ansia fiel solo eternidad, por conta bo fiel da jawor. Honra sonrisa se cabo lágrima y bo recibí corona. Orum ansia fiel e promesa ta fiel, cuta guarde fiel y purba. Pareina que es un puro e inmortal y siempre cu Jesús viva. Atanos, Atanos, amor trope, na fin di. Amen, laten we zitten. Vragen wij Heer in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.
bendición de su paquén su fidelidad maricibi felicidad y siendo esta llamador busca su gracia y amor mi ta goza che ocasión pa me dio di e o día nan ta yendido lo tristo te corazón carga nan a queda calvario Jesús está cercanos, cargan a queda calvario, 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 cargan a queda calvario, Jesús está cercanos, venta boca, carga pa Jesús, vos tristeza y temor, cargan hasta que da calvario, Jesús está cerca, nos cargan a que da, cargan a que da calvario, 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 cargan a que da calvario, Jesús está cerca, nos Salvador por mira tu lágrima y dolor cargan hasta que da calvario Jesús está cercanos no se va a ir con el coro cargan hasta que da calvario 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 cargan hasta que da calvario Jesús está cercanos, un mes más carganán, carganán, a que da calvario, 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 carganán, a que da calvario, Jesús está cercanos. Amén, Jesús está cercanos. Y no se sigue con los dos himnos. Amen. Jezus is bij ons. En we gaan over tot onze tweede lied. Quoting Awaisdi, de kerk van Jezus Christus. Dat het melodie van de kerk van Jezus Christus bevat. Viva vos vida en mí, oh Jesús. Leef uw leven in mij, oh Jezus. Y a vos e contesta na tur mi preguntana. En u, wees u maar het antwoord op al mijn vragen. Viva bo vida den mi, oh Jesús rey di rey. Seya bo e contesta, natur mi pregunta. Viva bo vida den mi, den tur bo voluntad. Mi queda transparente, bo gloria demostra. E temple? E temple ta someti, y puro foi pica. La que shekina gloria, lombra for di paden. Y tur queda silencio,
sirbido que tu dibo move sopa, Señor. Su miembro tur momento pendiente voy a amar. Clapa bo use semper, o no use semper. Ta sin inquieto anhelo, ni ancha ni pena. O bo fong pa bo obra, o pensa vil duele. Mas sosega y calmo fue prejuicio libra, esperando decisión, ora mester di mi. Viva bo vida de mi, o oh, Jesús rey direi, sea bo e contesta, natur mi pregun. Sea bo e contesta, sea bo e contesta, natur mi preguntar.